Waarom gaat mijn wifi weer niet? Wat heb ik jou verkeerd gedaan? Godverdomme. Het is je boy Glenhoofd en vandaag gaan we iets doen wat ik letterlijk 2-3 jaar geleden ook heb gedaan. En dat is kijken hoeveel dan de rappers vragen van Nederland. Want ik was 2 jaar geleden zo nieuwsgierig dat ik dat ben gaan opzoeken. En ik dacht bij mezelf van, hoeveel zouden ze nu vragen 2-3 jaar later? Zijn benieuwd hoeveel dan de rappers 2 jaar geleden vroegen? Er staat een linkje in de beschrijving, maar ik ga het ook in deze video zeggen. Want ja... Ja, en de allereerste artiest die we gaan opzoeken is Atje. 2 jaar geleden vroeg Atje tussen de 2500 en 3000 euro voor een optreden van 25 minuten. En nu vraagt hij nog steeds hetzelfde. Ik snap het niet. Atje, als je deze video ziet, vraag iets meer. Ik gun het u. En de volgende artiest die we gaan opzoeken is Lil Kleine. En Lil Kleine vroeg 3 jaar of 2 jaar geleden. Ik weet eigenlijk niet wanneer. Wanneer heb ik deze video opgenomen? 2 jaar geleden. 2017. Dat is 3 jaar geleden. Lil Kleine vroeg 3 jaar geleden tussen de 8500 en 9000 euro voor een optreden van 30 minuten. En nu vraagt hij... Ik moet nog klikken. Oh, de? Hij vraagt tussen de 12500 en 17500 euro's. Als jij Kleine wilt boeken, moet je heel veel centjes hebben. Heel veel centjes. Ik ga hem niet kunnen boeken. Dus moest iemand mij sponsoren, mijn PayPal is Glen in de... Niet vragen voor centjes. Ik ben nu even aan het denken. Besef dat deze guy voor de coronacrisis 2-3 optredens deed op een avond. Dus die guy verdient, snel uitberekend, pak die 12.000, 3 optredens, is 36.000 euro, pak die guy gewoon. Hey, waja. En de volgende artiest die we gaan opzoeken is Broederliefde. Hun vroeg 3 jaar geleden 10.000 euro voor een optreden van 30 minuten en geen privéfeestjes. Dat stond er gewoon bij, ik weet niet waarom. Ik heb het hun niet kunnen vragen van, yo, waarom doe je geen privéfeestjes? En nu vragen ze... Geen optredens en... Treden ze niet meer op? Dus broederliefde zijn ze gestopt? Oké, tijdens het editen van deze video zag ik dat er op staat geen optredens op privéfeestjes. Dus eigenlijk, ja, heb ik me weer mislezen. Dus sorry, ze treden wel op, ze zijn niet gestopt. Ze treden gewoon niet op privéfeestjes. Maar ik weet niet hoeveel dat ze vragen, oké? En de volgende artiest die we gaan opzoeken is Ronnie Flex. Ronnie Flex vroeg 3 jaar geleden tussen de 7000 en 8000 euro voor een optreden van 25 minuten. En nu vraagt hij 12.750 openbaar met band 22.500. What the? Oh, de? Hey, waja, als je Ronnie Flex boekt, dan weet ik dat je centjes hebt. Dure vogel. Nu even boef opzoeken. Boef, 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 boef. Huh? Dus het is 7500 en 10.000 euro. Dus die vraagt echt minder dan Ron. Wat is er mis? Of ja, het kan slim gezien zijn. Want 3 jaar geleden vroeg Boef tussen de 6250 en 6750 euro. En er werd geschat dat hij in 2018 meer dan 15.000 euro zou vragen voor een optreden van 30 minuten. Dat is dus niet zo. Ze hebben gelogen. Kut website. En de volgende die op mijn lijst stond was SBMG. Maar die zijn dus gestopt. Keizer staat er ook op. Maar die vraagt veel minder dan normaal. Hoezo komt hij hier niet op te staan? Ik heb letterlijk deze video een maand geleden opgenomen, toen was hij mislukt en toen stond hij er nog op. Hoezo vind ik 7 niet? Ik dacht dat hij 7k vroeg een maandje geleden. Ali B, ook niet. Ali D, ook niet. Staat Jade hierop eigenlijk? Ben ik wel benieuwd. Ook niet. Hoezo staat hier niemand hierop? Oké, sorry dat het een beetje anders is dan normaal, maar vonden jullie deze video leuk? Geef dan zeker een blauw duimpje omhoog. Zeg je nieuw, mocht je zeker abonneren. Laat ook een reactie achter wat jij van de prijzen vindt, want Ronnie Flex stak er wel heel hoog, hoe moet ik dit zeggen eigenlijk? Hij vraagt gewoon heel veel centjes. Volg me ook zeker op Instagram en Snapchat en Spotify. Snapchat staat hier niet tussen, maar staat wel in mijn beschrijving. You know, volg me gewoon. Ik zit de hele tijd naar mezelf te kijken, dus als ik scheel kijk, dan lig ik gewoon daaraan. Dat is me gewoon opgevallen tijdens het editen, dat ik soms scheel kijk, maar ik kijk niet scheel, maar dat is gewoon... Oké, jullie snappen het punt. Ga abonneren, want ik heb bijna de 4k. Ga dan abonneren, man. Ik zou zeggen, tot volgende week, als ik dan nog leef.